Suikerziekte of diabetes is een aandoening die de laatste jaren enorm in frequentie toeneemt. Diabetes wordt gekenmerkt door een verhoogd suikergehalte in het bloed, wat als gevolg heeft dat onze bloedvaten sneller verslijten en vatbaar worden voor aderverkalking. Door deze aderverkalking krijgen we aandoeningen zoals hartinfarct, hersenthrombose en dergelijke. Er zijn twee types suikerziekte. Type 1 suikerziekte vinden we voornamelijk in de jeugdjaren en wordt voornamelijk gekenmerkt door genetische factoren en auto-immuunaandoeningen. Type 2 diabetes daarentegen is de aandoening die we voornamelijk vinden op oudere leeftijd en die veroorzaakt wordt door onze levensstijl. In een hartrevalidatieprogramma zien we heel vaak dat patiënten suikerziekte hebben of beginnende suikerziekte hebben. En we trachten in het revalidatieprogramma door het aanleren van een actieve levensstijl en aandacht voor het juiste gewicht en de voeding om te zorgen dat die suikerziekte ofwel genezen wordt ofwel minder schade kan aanrichten aan de bloedvaten. Type 2 diabetes ontstaat door langdurige insulineresistentie. Dat wil dus zeggen dat het lichaam minder gevoelig wordt voor het hormoon insuline, wat ervoor zorgt dat suiker wordt opgenomen in de lichaamscellen. Type 2 diabetes komt vaak voor in België. Schattingen wijzen uit dat ongeveer 400.000 Belgen kampen met dit gezondheidsprobleem. En het zou nog een zware onderschatting zijn, omdat diabetes heel vaak niet gevoeld wordt en mensen zo naar de huisarts stappen omwille van het ziekteprobleem. Revalidatie van type 2 diabetes is bijzonder belangrijk. Studies tonen inderdaad aan dat de bloedsuikerspiegel daardoor gaat verbeteren en dat die personen minder nood hebben aan medicijnen om de suiker te kunnen controleren. Tot op heden is revalidatie binnen type 2 diabetes enkel gebruikt om de symptomen te controleren. Met andere woorden, we laten die mensen revalideren om de bloedsuikerspiegel te doen dalen. Wat wij hier in Universiteit Hasselt en Hartcentrum Hasselt doen, is onderzoeken naar het effect van training en revalidatie op de oorzaak van type 2 diabetes. Op dit moment zijn er drie bekende cascades die kunnen verklaren hoe insulineresistentie wordt veroorzaakt. De derde cascade heeft te maken met vetzuurstapeling in de skeletspiercel zelf. Die stapeling van vetten gaat aanleiding geven tot een mindere of een lagere gevoeligheid van insuline. Het is op de derde cascade dat wij trachten in te werken door middel van training. Dus wij trachten door middel van training ervoor te zorgen dat er meer vetzuren wegverbrand worden in de spiercellen, dat er minder vetzuren kunnen stapelen in de spieren, waardoor de insulinegevoeligheid zal gaan verbeteren. Dankzij het fonds François de Meurs, beheerde de Koning Boudewijn Stichting, zijn we nu in staat om een nieuwe studie te lanceren binnen de behandeling van type 2 diabetes. We willen namelijk het komend jaar, anderhalf jaar, patiënten met type 2 diabetes een nuchter toestand laten revalideren in vergelijking met training na een ontbijt. Het idee erachter is dat door een nuchter toestand te trainen, dat men meer vetzuren gaat verbranden in de skeletspier, dus ook minder vetzuren gaat stapelen, en dat dat aanleiding zou kunnen geven tot een betere behandeling van insulineresistentie. Binnen deze studie doen wij tal van onderzoeken, waaronder spierbiopten. In deze biopten gaan we kijken naar de werking van de skeletspiercel, als ook de morfologie of de anatomie van de spiercel. We nemen bloedstalen af tijdens orale glucosetolerantietesten om te gaan kijken naar de suikerregeling, de glycemische controle, of die verbetert. En een andere belangrijke meting is de DEXA-scan, waarbij we kunnen gaan kijken naar vetmassaverlies. Misschien is het vetmassaverlies gerelateerd aan de verbetering van insulineresistentie. Wij zijn bijzonder trots dat wij dit fonds hebben mogen ontvangen en Universiteit Hasselt stelt dit enorm op prijs.